Deze video wordt je aangeboden door Betting Wonen in Bredevoort. Je doet dus al 17 jaar het vuurwerk, maar nou dit jaar op een andere locatie. Waarom? Ze hebben altijd de wens gehad om achter het hoofdpodium te schieten. Want vroeger stonden we ook buiten het hoofdpodium. Dat hebben we jaren gedaan. Knallen en rossen als een gek daar natuurlijk. Harry Boom. En toen kwam de organisatie eigenlijk een beetje op het idee van, qua ruimtegebrek en qua brandveiligheid met het bos wat achter het hoofdpodium ligt, om eens een rustige vuurwerk neer te zetten, zodat de mensen eigenlijk vanaf het veld, einde show, naar de uitgang lopen, dat ze eigenlijk tegen een wal van vuur kan kijken, 15 minuten lang. En het is de wens van de organisatie, ja, die voeren wij zo uit. En ik vind hem wel mooi, zo, een keer wat anders. Ja, dus de nieuwe plek die bevalt wel. Ja, lekker rustig hier, geen herrie aan de kop, maar geweldig, ja. Nou, die herrie, daar zorg jij dan wel voor? Ja, daar zorg ik voor, ja. Nee, maar het is ook rustig hier. Ook qua veiligheid is dit veel beter te organiseren. Daar loopt iedereen eigenlijk toch door de afzettingen in en moeilijk te handelen. En hier werkt het gewoon eigenlijk ook allemaal makkelijker. Is deze show dan ook anders dan die van voorgaande jaren? We schieten dezelfde massa artikelen, wel verschillende. Alleen vroeger moest het in 3 minuten weg. En nu maak je met hetzelfde vuurwerk een show van 15 minuten. Dus dat is toch wel wat anders. Ja, ik vind dit wel een keer mooi om te doen, ja. Ik ben toch meer een liefhebber van een mooi neergezet vuurwerk. In mijn woorden, hoor. Dus, ja. Laat geworden, gisteravond? Ja, dat kan je denk ik wel zien. Ik zie er niet echt protestant uit. 3 uurtjes geslapen vannacht. Vannacht weer hetzelfde liedje. En maandagmorgen gaan we uitrusten.